Yo Nintendo fans, het is weer tijd om wat shines te gaan verzamelen in Super Mario Sunshine. Ik wil ook shine! Gast, jij pakt elke keer aan het begin van de video sowieso shine. Ja! Echt jongen, Piet is zo brutaal. Anyways, we hebben gezien dat Mario nu eigenlijk naar Corona Mountain moet. In de vorige aflevering zagen we dat Bowser Jr. Peach daarmee naartoe heeft genomen. Het klinkt echt super fout, Corona Mountain. Maar oké, als de game het van ons wil, dan gaan wij naar Corona Mountain. Oh, wacht even. Iemand staat hier in de fik. Ik denk dat ik even haar moet blussen. Ik ga je blussen. Je staat in de fik. Kom maar. Ik blus je. Blijf staan, ik blus je gewoon. Hallo, Jill, ik ga je helpen. Ja, kijk. Alsjeblieft. Graag gedaan. Je hebt me gered, dankjewel. En een blauw muntje. Dankjewel. Volgens mij kunnen we helemaal nog niet naar Corona Mountain. Om de game uit te spelen moeten we minimaal 50 sterren verzamelen en de eerste 7 levels completen in elke wereld. Dus in deze wereld, Bianco Hills. Oh, hier hebben we... Oké. Hier moeten we 3 nog doen. De Hillside Cave Secret. Ik dacht dat ik dit al had gedaan, toch? Niet? Nee, deze hebben we duidelijk nog niet gedaan. Nou, laten we dit gaan doen dan. Op naar die 50 sterren en op naar het uitspelen... Wow, van Mario Sunshine. Ik krijg nu alleen al iets op mijn bakkes. En met een saltootje en wat spray, hoppakee, kunnen we hier in de geheime grot in Bianco Hills. Jongens, als je dit een vette serie vindt, hè, doe trouwens even dat blauw duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren, want we gaan keihard richting die 35.000 subs. En dat zou ik super tof vinden als we dat weten te halen. En dit ziet eruit als een best wel een lastig leveltje. Maar we gaan het proberen. Ik ga het ook een beetje rustig aan spelen. Gewoon chillen. Zo, hoppakee. Rustig aan door. Even springen zo. Ja, top. En dan even hierop springen. Yes. En dan zijn we hier. Oké, hoe gaan we hier doorheen komen? Ik moet even een route uitstippelen, denk ik. Gaan deze blokken ook weg? Of blijven deze blokken gewoon hier staan? Wacht, dat moet ik even testen. Oké, die blokken die blijven gewoon. Top. Ik denk dat ik dan even rustig hier naartoe kan. Misschien even hier op jumpen zo. En dan, waar gaan we dan naartoe? Waar kunnen we safe naartoe? We kunnen safe naar deze. Nu kunnen we redelijk safe naar deze. Dan gaan we safe naar deze. Dan kunnen we hier safe... Oké, poging 2. Let's go. Ja, dan kunnen we nu naar links. Ja, top. En dan kunnen we nu doorlopen. Oké, hier moeten we even... uitkijken dat we er niet afgebeukt worden. Ik hoop dat het lukt. Het is een beetje een gokje dit. Go! Nice! Lekker! En door. En door. Oh. En... Ah, nee! Nee! Nee, spring dan. We waren bij de shine, jongens. Nee, joh. Ah, dit is zo jammer. Ik had ook gewoon het uppie kunnen pakken daar. Oké, nu gaat het goed, jongens. Nu gaat het goed. Go, go, go. Oh, oh. Go, go, go. Ja, lekker. En jump. En... Oh, nee. Jump dan. Dit zijn wel echt de lastigste levels voor mijn gevoel, hoor. Die levels dat je plantenspuiters gepikt en... Oké, ik moet even weer in mijn focus komen. Dit slaat helemaal nergens meer op. Oké, spring. En door. Waarom hou je dat niet? Wat is er zo moeilijk aan? Oké, poging 637. Jump. Ja. Oké, en nu nog eentje. Go. Jump. Ja, zie je. Dit is helemaal niet zo moeilijk. Maar waarom lukte het me nou niet? Nou ja, we hebben hem te pakken. Shine nummer 14. En door naar shine nummer 15. Ah, hier moeten we ook rode muntjes gaan verzamelen. Ja, dit is de eerste wereld. Hier moet het wel lukken, toch? Rode muntjes verzamelen. Woehoe! Dit is altijd zo leuk, deze buikschuiver. Eens even kijken. Waar zijn die rode muntjes? Daar is een rood muntje. Dit is nummer 1 hier zo. Op dit muurtje. Hoppakee. Als ik hier om me heen kijk, zie ik dan gelijk nog meer rode muntjes. Ja hoor, daar zie ik er nog 1. Nummertje 2 hier. Hoppa. Daar tegenover is nummer 3. Is hier er toevallig ook nog 1? Jazeker. Oh, ik had alleen wel even een betere jump moeten doen. Ik had even de salto moeten doen. Hoppakee. Saltootje erbij. Lekker. Nummer 3. Dan gaan we nu lekker hier naartoe naar nummertje 4. Hop. Oh. Oké. Dit was iets te makkelijk gedacht. Maar we hebben hem wel. Oh, er is hier alleen wel weer een windvlaag. Ik moet altijd oppassen voor die windvlagen. Kan ik hierop staan? Ja, hier kan ik op staan. Eens even kijken. Dan moeten we nu deze zien te pakken. Ja, nummer 5. Nu zijn we alleen weer beneden. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dan gaan we gewoon weer naar boven. Dan gaan we gewoon op deze manier heel snel weer naar boven. Oh, zie ik er daar nog één? Oh ja, daartussenin hangt er nog één. Daar is er een nummertje 6. Of is het 5? Nee, dat is 6.
En daarboven is er ook nog één. Ik weet nog niet zo goed hoe we daar gaan komen. Daarboven, maar daar komen we waarschijnlijk vanzelf alweer achter. Kan ik in één keer daar net... Oh, oké. Okay. Dankjewel. Nou, pak deze er maar even bij. Hoppakee, nummer 6. Zou ik hier naar boven kunnen? Gewoon gelijk hier zo en dan hier ook weer omhoog springen? Volgens mij kan dit wel. Ja, kijk, dit kan wel. Nice, dit is een soort van shortcut. Nu zijn we hier. Top. Ga ik even hier schuilen. Oh, pik. Oké, die wind. Laat me nou gewoon even met rust, joh. Laat me gewoon even chillen. Oké, ik ben er nog. Ik ben er nog. Ik sta op het randje. Go, 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 Mario. Lekker. Ik kan hier omhoog. Dan kunnen we hier een walljump doen. En dan zijn we nu hier. Top. Oké. Dan gaan we nu deze pakken. Nummer 7. En dan gaan we nu op zoek naar nummer 8. Want ik weet nog niet waar die is. Oh, die is daar. Kijk, daar in de verte. Oh, die is best wel makkelijk. Ik dacht dat we hier nog even door moesten. Maar dit, we hoeven helemaal niet door. Nummer 8 ligt gewoon daar op de muur te chillen, joh. Ik wil toch wel even kijken wat daarboven is. Misschien als we hierboven gaan, dat we nog iets leuks kunnen vinden. Denk het niet. Maar we kunnen het altijd proberen. Hoppa. We staan nu zo'n beetje op het hoogste punt van de level, volgens mij. Oh nee, daarboven heb je natuurlijk die molen nog. Nou, het was leuk om even deze berg te beklimmen. Alleen hebben we het voor niks gedaan. We moeten daar naartoe. Daar tussenin hangt hij. Oh, dit ga ik niet redden, denk ik. Oh, dit ga ik wel redden. Ik ben nu alleen verder gevallen, wat niet de bedoeling was. Kijk, hoppakee. Nummertje 8. Het achtste rode muntje. Oh, en nu moet ik daar opeens naar boven. Oh, lekker dan. Nou, we weten in ieder geval wel hoe we daar moeten komen. Dus dat scheelt. Weet je, als ik het dan toch ben, dan wil ik het blauwe muntje ook gelijk even pakken. Hoppakee. Nice. We hebben nu 10 blauwe muntjes. Dat houdt in dat we ook aan 1 extra shine kunnen komen in Delfino Plaza. Dan moeten we even die 10 muntjes inruilen. En dan kunnen we daar dus 1 shine voor krijgen. Dus dat is op zich ook wel chill, denk ik. Hoppakee. Nice. En door. Hoppa. En daar is shine nummer 15 alweer. We gaan hard. We zijn al bijna op 1/3. Oké, let's go. Volgende level. Petey Piranha strikes back. Oké, Petey begint boos te worden. Oh ja, ja. Er ligt overal weer bruine poep hier zo op het veld. Ik zie het al. En hij ligt daar lekker te slapen. Petey, word eens even wakker. Ik ga je broer weer slopen, Piet. Ja, nou ja, geen reactie. Het boeit hem niet. Hallo, brave burger. Is Piet ergens aan die kant? Hé, hey, ik zag dat grote hoofdding. Die is in de grote windmolen. Het is terug. Maak je geen zorgen. Mario komt het fixen voor je. Mario is dan wel loodgieter, maar hij kan veel meer dan alleen... loodgieten? Wat staat die gast daar te doen trouwens? Kijk hem daar chillen, joh. Oh, er zitten geen prikkeldingen meer om deze toren heen. Die hebben we de vorige keer blijkbaar verwijderd. Nou, helemaal chill. Dan gaan we even hierop klimmen. Zo. En dan gaan we lekker naar boven. Is die hier wel? Ik geloof niet dat hij hier is. Hij is niet hier. Hij is daar. Wedden, hij zit daarachter. Hij is hier helemaal niet. Oh, jongens. Hij is hier helemaal niet. Oh, gaan we nu precies hierop landen? Nice, nice, nice. Oké, lekker. Weer een blauw muntje erbij. Volgens mij wilden ze dat jij helemaal daar naartoe gaat. Daar rechtsonder en dan over al die draden loopt en dan uiteindelijk hier komt. Maar ja, zo kan je natuurlijk ook gewoon dit blauw muntje pakken. Kan ik hier over deze berg of op deze berg? Dat zou ook wel leuk zijn. Ik denk het niet. Nee, dit dacht ik al dat we hieraf zouden glijden. Moet ik dan hierop nu? Waar is die Piet? Oh, via die kant. Ik denk dat we via daar moeten. Ja, dus dan moeten we weer deze manier waar we net ook al die muntjes hebben verzameld. En dan hier even wall jumpen, denk ik. Yes. En dan hier naartoe. Ja, ik zie daar beneden allemaal droepies weer, jongens. Volgens mij moeten we hier zijn. Hoppa. Oh, niet in de chocoladepoep. Hoppakee. Even alle chocoladepoep weg. Yo, Pietje, ben je... Ja, daar is die. Hij ligt daar te slapen. Zien jullie hem in de verte? Daar is die, jongen. Wat doen deze varkens hier? Moet ik zo'n varken op zijn bakken schieten of zo? Oké, we gaan even mikken. Oké, die was veel te ver weg. We moeten lager mikken. Bam! Ah, nee! Wat grappig dat die varkens me helpen. Waarom helpen die varkens me? Ja, hij is wakker. Nog één. Op zijn hoofd. Ah, mis. Schiet raak. Hoppa. Dude, schiet raak. Het helpt niet. We raken hem niet meer. Waar ga je naartoe? Gast, waar ga je helemaal naartoe? Oké, laten we weer naar beneden gaan. Misschien moeten we voorzichtig gaan. Misschien moeten we even via dit touw gaan. Kijk hem daar rondvliegen, jongen. Freaking Piet. Kijk daar een blauw muntje. Kan ik daarbij komen? Dit red ik net niet. Ofwel, ja, dit red ik wel. Lekker. Gewoon even die blauwe muntjes pakken. Gewoon casual zo op. Oké, ja, ik ben gewoon Piet aan het verslaan. Maar hey. Blauwe muntjes zijn ook belangrijk. Zag er daar nog één? Misschien kunnen we zo en dan... Nee, dat werkt niet. Oké, we kunnen geen buikschuivers maken en dan gaan vliegen. Dat kan blijkbaar niet. Oké, ik heb eerst even flink water nodig, want mijn water is op. Oh, jongen.
Volgens mij is hier ergens water. Gun mij water. Ja, top. Dank u. Ik ga jou ook redden. Alsjeblieft. Kijk eens. Hoppakee, ben je weer schoon, vriendje. Misschien moet ik ze allemaal redden om soort van iets vrij te spelen of zo. Maar eerst gaan we even hier al die meuk weghalen, want hier ligt echt veel te veel meuk. Hoppakee. Wegwezen met die meuk. En ik denk dat we dan moeten we denk ik weer varkensjes gaan zoeken. Hier, spuit hem even schoon. Top. Ik ben alle bewoners van de Delfino Plaza even aan het redden, joh. Hier. Graag gedaan, hoor. Oh, we worden door hem omhoog geschoten. Dankjewel. Ik weet niet of ik hier heel blij mee ben, maar dankjewel. Misschien. Volgens mij zag ik aan deze kant... Ja, kijk, ik zag hier de varkentjes. Moeten we alleen nu even zien uit te vinden waar Piet is. Oh, die vloog daar. Ik zag hem. Ik zag hem. Kijk hem daar. Boom! Oh, net te hoog. Net te hoog. Oké, nog een keer. Oh, hij zit nu echt heel laag daar. Hij zit helemaal beneden. Is deze raak? Nee. Oké, jammer. Ja, nu is Piet weer weggevlogen. Lekker dit. Jongen, jongen. Zou deze raak zijn? Oeh, bijna. Piet, waar ben je? Daar. Ik zie hem. Deze kan raak zijn, toch? Ah, oh, dit is weer net mis. Ik schiet elke keer net mis. Oké, mag ik nu eentje raak schieten? Kom op. Deze is raak, toch? Dit is weer niet raak. Wat? Schoot ik dan precies tegen die waslijn aan of zo? Ik vond die goed. Ik vond die goed genoeg. Maar de game vond hem niet goed genoeg. Ik ga dichterbij proberen te komen. Oké, nu staan we echt mega dichtbij, hè? Daar is die. Jongen... Laat me nou met rust. Laat me even schieten. Freaking chocoladevla. Laat me gewoon even schieten. Ja, dan gaat hij weer weg. Hier voor jou. Weer niet raak. Ik mis alles. Het is niet mijn dag. Oké, ik ben heel benieuwd, jongens. Of ik hem vandaag... Oh, of ik hem dus vandaag nog een keer ga raken. Is die raak? Die is raak. Hé, hè? Nou moet ik waarschijnlijk weer bovenop hem springen. Oh, oh, wow, 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 of niet? Moet ik niet bovenop? Ik dacht dat ik bovenop je moest springen. Oké, of moet ik gewoon water weer in je bakken spuiten? Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Piet, kom eens even hier. Oké, nu lig je daar. Ja. En dan? Nu ben je hier. En wat gaan we dan doen? Ga ik dan water op jou moeten schieten of wat? Ah, ja, kijk, hij doet zijn bekkie weer open. Ik werd alleen nu keihard door wat anders geraakt. Dat is een beetje jammer. Kijk, doe je bekkie nog maar een keertje open. Doe... Oh, oh, ja. Leuk, leuk. Ja, top. Ja, lachen. Hou maar op. Hou maar weer op. Het is wel weer leuk geweest nu. Ja, wervelwindje. Supergoed gedaan. Knap hoor, Pietje. Knap hoor. Hier. Neem nog wat water. Je neemt nog wat meer, jongen. Je begint rood aan te lopen. Neem gewoon nog wat meer. Is lekker, joh. Lekker beetje water. Hè? Iedereen houdt van water, toch? Oké, wervelwindje. Ja, het wervelwindje is weg. Nu dan... Kunnen we... Ja, juist. Kijk, hè, eindelijk een voltreffer. Val maar neer. Top. Hier, alsjeblieft. Toppie. En dit moeten we waarschijnlijk nog twee keer gaan doen. Oké, waar ben je? Daar ben je. Hier, pak aan. Zo, even weer alle blauwe poepen hier zo om me heen weghalen. Oh, ik ben bijna dood trouwens. Ik ben bijna dood. Dat is niet de bedoeling. Pietje, hou maar even op met... Hou eens eventjes op met wervelwindjes gooien, Pietje. Oké, die wervelwindjes, die komen niet ver genoeg. Oh ja, hier. Neem water, neem water, neem water, neem water, neem water. Meer, 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 meer. Lekker. Lekker, heerlijk watertje. Geniet ervan. Hoppakee. Oké, ik ga alvast weer een varkentje verzamelen. Of misschien moet ik muntjes verzamelen. Want ik ben bijna dood. En we moeten niet hebben dat we doodgaan. Volgens mij kon je muntjes verzamelen juist inderdaad op die deuren te schieten. Er komen dan gewoon muntjes uit. Toch? Ja, kijk. Hoppakee. Lekker. Hier nog een deurtje. Oh, hier komt niks uit. Helaas. Het werkt niet bij elke deur. Wat ben je daar nou helemaal aan doen, joh? Kom eens. Kom eens, Pietje. Hoppa, die was sowieso raak. Lekker. Oké, dan gaan wij even hier heel veel weghalen. Heel veel meuk weghalen. Top. Ja. Oppassen voor het wervelwindje, want het wervelwindje gaat nu iets verder weg. En hoppakee, water geven aan Pietje. Oh, dit was niet genoeg water. Ik heb nog meer water voor je, Pietje. Kom maar. Kijk maar. Hoppakee. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Dit is veel te veel voor jou. Dit kan jij niet aan, Pietje. Hoppakee. Oh, was die mis? Hij was mis. Ik sprong mis. Ik sprong mis. Nu sprong ik wel raak. En hij verandert weer in bruine chocoladepoep. Hoppakee. Kom maar op met die ster. Dankjewel. Eerst nog even een blauw muntje pakken, want ik zag hier nog een blauw muntje. Kijk,
Hier zo, hoppakee. Even duiken, yes. En dan hebben we de volgende shine weer. Nummertje 16 hoor. Lekker. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je fan bent van Nintendo. Want op dit kanaal vind je elke dag verse Nintendo video's. Doe dat, niet vergeten. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!